Kijk eens, daar is hij een van de legendes van onze Nederlandse kickboxsport, Ryan Simpson. Hè? Klopt. Ryan, niet zomaar, want ik heb een hoop legendes al geïnterviewd. Allemaal noemen ze jouw naam. Is dat zo? Ja, ja, mooi. Ja, ja. En niet onterecht, toch? Nee, zeker niet. Tenminste, ja, als je over jezelf spreekt, dan ga je... Tenminste, ik ben niet zo van, ja... Maar ik heb wel wat neergezet in het wereldje van kickboxen. Dacht jij, ik ga kickboksen, want het is niet een sport. De meeste jongens gaan gewoon voetballen. Ja, nee, ik ben begonnen met kickboksen op mijn 12e. Ja, 12 was ik. En dat kwam door een vriendin van school. Ik was een beetje vechtersbaasje vroeger op school. En zij zei tegen mij, ja, waarom ga je niet een keer mee naar kickboksen? Want je vecht altijd op school en ga een keer mee. Nou, ben ik meegegaan. Maar... gigantisch pak slagen gekregen van haar. Je kreeg gelijk een pak slagen van een vrouw? Ja, ik kreeg gelijk bij de eerste training, maar toen dacht ik ook daarna van, hey, dit wil ik doen. Ja. En ik ben vanaf die dag eigenlijk elke dag gaan trainen. Ja. En mijn moeder zei op een gegeven moment ook van, hey, wat is dit? En die dacht van, hey, hoe komt dit nou? Hij is nu opeens elke dag aan het trainen. Hij was nooit bezig, altijd buiten. En nu opeens, dus die maakt zich een beetje zorgen. En, maar uiteindelijk... zag ze van, hey, hij vindt het echt leuk, nou, mocht ik het blijven doen. Ja, wat was jouw eerste kampioenschap? Mijn eerste kampioenschap was voor de Nederlandse titel, vocht ik. Ook tegen een hele bekende, de jongen heet Ouali, Mohamed Ouali. Ja? En daar heb ik tegen gevochten voor de Nederlandse titel, brak ik voor het eerst mijn neus. Helse pijn, maar toch uitgevochten en de partij gewonnen. Ja, dus je hebt een partij, je breekt je neus, ja. Maar je ging gewoon door. Ging door, ja, moet wel, hè. Ja. Het eerste wat er ingestampt werd vroeger met trainen, en ik had een Kyunkyu Shinkai leraar. Het was niet opgeven. Opgeven bestaat niet, mag niet, kan niet. Geniaal. En toen was je dus Nederlands kampioen. Ja, toen was ik Nederlands kampioen. Geniaal. Maar we horen bij die prijzen natuurlijk ook medailles, bekers. Heb je die nog? Ja, die heb ik ergens boven liggen. Zullen we daar naartoe gaan? Ik wil dat wel voorzien, ja. Kijk, we hadden het over een paar bekers. Ja. My god, zijn dit ze allemaal? Nee, zijn ze niet allemaal. Op een gegeven moment ben ik heel veel bekers gaan weggeven. Dan had ik gevochten en er waren fans en dan gaf ik een beker. En, maar die gaf je gewoon weg? Ja, ja, ja. En ja, daar liggen je belts, hè, wat dat betreft. Belts heb ik ook nog. Wauw, dit zijn wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen. En Nederlandse, ja. En je hebt tegen allerlei grootheden gevochten. Ja. Welke tegenstanders waren voor jou nou extra speciaal? Nou, sowieso Ivan Hippolyte, Ramon Dekker. Ja, zo zijn er ook nog wel een paar. Maar die twee waren gewoon sowieso altijd wel mensen waar ik naar keek. Als ik naar Sporthal Zuid ging, zat ik nog in de C-klasse. En dan was Ivan Hippolyte, die was net A-klasse volgens mij, of A-klasse. En dan zag ik hem vechten, dacht ik, wow, dat wil ik ook, zo goed wil ik ook worden. Jaren later vecht Simpson tegen zijn grote voorbeeld Ivan Hippolyte. Ook stapt hij in de ring om het op te nemen tegen de legendarische Ramon Dekkers. Dus ja, hetzelfde met Ramon Dekker. Ramon Dekker zijn partij tegen de Thais in Nederland, die heb ik allemaal gezien, die heb ik allemaal gevolgd. Elke keer als er een live uitzending was Nederland-Thailand, was ik er in de Jaap Edehal. Dus ja, dat zijn wel hele mooie en herinneringen die ik heb aan bepaalde tegenstanders. Dat zijn echt wel... Als ik mag zeggen, dan zijn er toch wel echt wel twee die er wel bovenuit steken, zeg maar.